Marien is de afgelopen 2 dagen bij Heinenoord getraind. Op gras. Ja. Bewust neem ik aan. Ja, zeker. Naar PSV uit. Vond ik heel veel jongens uitkleien. We hebben een paar keer in Dubio gezeten. We hebben het al eerder gedaan. Hè. Ik vond het nu wel weer even nuttig om even mijn naam in de mindset even vast te winnen naar gras. Ja, want hoeveel verschil maakt dat dan? Kunstgras of gewoon gras? Nou, wel veel. En zeker nu, zeg maar. Er was natuurlijk geen topveld. Wel, gisteren was het een stuk beter, want gisteren regende het. Dus dat is goed te doen. Vandaag was het wel moeilijk met de droogte. Maar het is wel een heel groot verschil in coördinatie met de jongens, met aannames, in balsnelheid. Dus er zit best wel veel verschil in. Alleen, je wilt eigenlijk niet elke week switchen. Dus dat is een beetje zoeken soms. En is dat wel het verschil wat er dan direct is tussen thuis- en uitwedstrijd? Ja, dat kan een factor zijn. Wat je bij veel clubs ziet is thuis zijn ze gewoon beter als uit. Nou, bij ons is het iets extremer. Dus ja, voor de rest vind ik het moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Ik heb ook wel met de jongens erover gehad. Maar niemand kan het echt benoemen. Dus ik moet eerlijk zeggen, wij zijn er minder mee bezig dan de pers, zeg maar. Omdat je inderdaad vaak die vraag krijgt. Ik snap hem ook wel. Maar het is moeilijk vinger achter te krijgen. Dus 4 puntjes gepakt, dus dat is te weinig. Dus dat zou mooi zijn als het morgen wel lukt. Er staan nog een paar uitwedstrijden op het programma dit jaar. Dus ja, daarom. Dus hebben we nog een paar kansen. Dus dat is inderdaad daar waar we thuis sterk zijn, moeten we uit ook een keertje pieken. Nou ja, we zitten wel in een goede fase nu. Het momentum is wel aan ons. Vertrouwen in de groep. Het geloven is er om direct erin te blijven. Dus dat betreft alles aanwezig om morgen een goed resultaat neer te zetten. Ja, en ook dat zijn weer van die ongrijpbare dingen. Hè? Dat het dan ineens kantelt van een hele slechte fase naar een fase waarin je toch weer wat punten... Ja, dat klopt. Maar het ligt ook vrij dicht bij elkaar, dichter dan vorig jaar, zeg maar. Duels, ook die verlies, zoals Sparta en NEC, die was niet zo slecht. En nu zat het wel een beetje mee tegen Eagles. Maar eerst af een keer ook achterstaan. Dus het ligt best wel dicht bij elkaar. Dus het momentum is wel belangrijk dat je wanneer je scoort, ook om je 1-0 voor, dat is wel heel belangrijk op dit niveau. Want ja, wat ik zeg, het is zo dicht bij elkaar. De 1 of 2 spelers kunnen net het verschil maken voor een wedstrijd die 50-50 is. Ja, en als je dan in deze fase even die 2 puntjes lucht hebt naar plek 16, dat geeft ook wel weer een lekker gevoel. Ja, dat is fijn natuurlijk. Je wil bovenstreep staan, want dat is de doelstelling. En dan is het altijd fijner als je daar staat. En met name gewoon, ja, overwinningen zijn duur, maar ook gewoon heel lekker. En dat voelt heel goed. En daar werk je heel hard voor met z'n allen. Ja, dat merk je gelijk in alles terug. Dat maakt het vak van de hoofdtrainer weer wat makkelijker een paar weken. Ja, en als je dan naar de statistieken kijkt, dan is Vitesse ook een tegenstander die ons op een of andere manier lijkt te liggen. We hebben eerder dit seizoen gewonnen. Ook in uitwedstrijden ligt de balans beter dan tegen heel veel andere clubs. Heb je daar een verklaring voor? Ja, nee, eigenlijk niet. Soms heb ik dat wel met clubs. Inderdaad, dat je daar een bepaald gevoel bij hebt. Of zoals ervaring als speler, als trainer, dat je dan heel vaak wint bij een ploeg. Ja, ik heb deze wedstrijd eerlijk gezegd niet zo heel vaak, toen een tijd natuurlijk nog wel een keertje, maar niet zo heel vaak gespeeld en gecoacht eigenlijk. Dus voor mezelf heb ik dat gevoel niet. Het is ook wel een ploeg die nu 2 overwinningen geboekt heeft en zichzelf lucht heeft verschaft naar die onderste plek. Ja, die hebben natuurlijk gewoon heel veel, met name individuele kwaliteiten op bepaalde posities die bovengemiddeld zijn en die niet bij een ploeg hoort die degradatie gaat spelen. En ik verwacht hun ook niet dat hun daadwerkelijk in de problemen gaan komen. Daar zijn ze gewoon te goed voor. Al weet je natuurlijk nooit, maar ik verwacht uiteindelijk dat het tussen ons en Volendam gaat, die laatste plek. En wat verwacht je morgen van die wedstrijd? Ja, wat ik zei, ik verwacht wel een ploeg die weet wat er gevraagd wordt, die vertrouwen heeft, die lef toont, ook aan de bal. Maar ook, zoals we vorige week goed gezien hebben, tweede helft, wat hoge druk bij Weilen, wat door durven dekken vanuit de as. Dat soort ingrediënten. En wat vorige week natuurlijk heel mooi was. Ja, overal werd voorgegooid, sliding, tackles, ballenblokken, op het randje spelen. Nou, dat hoort er ook allemaal bij en dat verwacht ik morgen zeker weer. Ja. Hoe staat de groep ervoor? Goed. Vicente Bessui is weer aangesloten afgelopen donderdag. Heb gedevideerd bij zijn club in Aberdeen. En sluit nu weer aan. Heeft nog wel even nodig, dus niet bij de groep. Woutje is op de weg terug. Die sluit morgen aan bij de groep ook. Bij de restselectie. Ja, daarentegen is helaas, als ik kan, afgevallen gisteren. Laatste minuut van training weer in zijn lies geschoten. Dus die zal helaas morgen niet bij zijn. Ja, en vervelend nieuws over Adrian Fijn deze week. Ja, zeker. Dat was, zat er al, ik wist er al een tijdje. Dus was voor mij oud nieuws. Maar inderdaad, goed dat ze wat gevonden hebben. Hè. Hij was heel erg op zoek naar waar we hadden wat klachten op zoek. Maar wat is het nou?
Nou, deze klachten zijn heel vervelend. Maar wel voor hem heel duidelijk waar de oorzaken dus vandaan komen. En ja, als ik goed geïnformeerd ben, dan blijkt dit ook wel goed te verhelpen zijn. Dus wat dat betreft verwacht ik volgend jaar een hele fitte Adriaan. Hem kennende hoe professioneel hij is en hoe hij daarmee omgaat. Dus het is enkel slecht nieuws, want ik ook heel goed nieuws voor hem, denk ik. Want dan kan hij echt aan zijn herstel werken. En dan kan hij straks weer op voetbal concentreren wat hij goed kan. Ja, want onzekerheid in zo'n situatie, als je niet weet waar die iets komt. Dat nee, is ja, hij was gewoon heel vermoeid. Ook bijvoorbeeld als hij gespeeld had, dan zag ik al hoe vermoeid hij had die week daarna. Dat hij gewoon heel moeilijk herstelde bijvoorbeeld. En dan zei ik van, ja, hoe kan dat nou? Ja, dat wist hij zelf dan ook niet. Maar hij herkende het wel, maar ja, als je niet weet waar het door komt, dan ga je in allerlei dingen zoeken, die voeding en alles. Nou, dat was het dus niet. Dus, daarom is het wel heel fijn dat hij nu weet waar het vandaan komt. En zich kan richten op het nieuwe seizoen. En dan kan hij hopelijk voor ons weer van goede waarde zijn.